Welkom in sessie 43 van het OLOTpot 1, waar wij van het voorbeeldexamen, dat ook beschikbaar in pdf-formaat op Camilo, vraag 6 aan het aanpakken zijn. Wij zijn er in de vorige sessies al mee bezig geweest en we kijken nu naar het beantwoorden van de vraagjes die daar worden opgelijst. En dus, dus we kijken naar het puntje A. En daar wordt er gevraagd, noteer de postconditie voor het algoritme, reken uit. Ja, dat vraagje had natuurlijk eigenlijk wel best... als puntje B gekomen. Er is nu natuurlijk is niet verboden van dat zo te zeggen, maar eigenlijk kun je dat, zoals ik ook in de vorige sessie al heb aangekondigd, pas goed beantwoorden. Dat gaan we zo meteen doen, nadat je die B hebt uitgevoerd. Nu, die B hebben we gedaan, ja. Dus nu zouden we toch al wat inzicht moeten hebben. Misschien had je het zien, laten we die B eerst beantwoorden, want dat is uiteindelijk de output, de retourwaarde, ja. Indien we dit als invoerwaarde hebben, dus laten we dat al in ieder geval al invullen, dan krijgen we dus als antwoord 2675. En ik weet niet of er iemand al ziet. Het is toch juist dat ik schrijf. Ik denk het wel, 2675. Is er iemand die al ziet wat er eigenlijk daar aan de hand is? Wel, desnoods runt je nog eens een getal, als je het nog niet meteen ziet. Ik meen het, hè. Maar nu ga ik iets sneller erdoor, hè, omdat we toch ook de materiaal hebben, dus het pdf-materiaal op Camilo. En wat staat daar? Wel, daar staat dus solution, bij dus wat er hier moet beantwoord worden. Het getal i werd geretourneerd. I bestaat uit dezelfde cijfers als x, maar ze staan in de omgekeerde volgorde. En ik hoop dat je dat ook kunt inzien, hè, dat dat hier gebeurd is, inderdaad. Hè. Dus je ziet dus die cijfers, en daarom dat ik ook de nadruk heb gelegd op wat cijfers zijn en wat een getal is. Ja, helaas, pindakaas, hè, is dat antwoord dat hier dus gegeven wordt fout. Nu, is er iemand die ziet wat er daar dan fout aan is? Ik heb nog eventjes, zei het nogal redelijk klein om het op één pancarte te kunnen krijgen, het algoritme erbij gehaald. Misschien dat er iemand die is die zegt, oh ja, ik zie wel wat er daar fout aan is. En je kunt natuurlijk gaan discussiëren over, ja, nee, ik bedoel, we zijn hier niet bezig met zomaar wat keitjes in het water te gooien. Hè. Het gaat hier over het bestuderen van een wiskundig algoritme, probleemlossend denkend algoritme. Ja. Wel, ik heb het dus ook in Java geschreven. Misschien is het een goede tip dat je dat misschien ook een keer kunt doen. Dit is effectief het algoritmeke dat wij dus in pseudocode hebben behandeld. Met hier en daar wat commentaren en de variabelnamen iets anders geschreven. En dan heb ik een paar tests gedaan. Ja. Dus ik heb onder andere de test gedaan voor het getal dat ook is opgegeven in de opgave. Maar ik heb ook de test gedaan voor dat getal negatief. Hè. Je moet weten dat die status, dat dus de preconditie is, dat x een geheel getal is. Hè. Bij mij weet is een geheel getal een element van z, ja, of dus ook nog als je wilt een integer. En dat is misschien de reden waarom het dat hier zo schrijft. Want je voelt de nattigheid misschien al die er gaat aankomen. Ja. Dus ik keer terug naar waar ik hier aan het zeggen was. Dan heb ik een keer bij 1 geprobeerd, bij 10, bij 100 en bij 1000. Een keer bij 1003 zelfs. En dan ook een keer bij min 1000. Ja. Want als je kijkt naar wat er gevraagd wordt, ik ga eventjes terug, dan wordt er ook gevraagd inderdaad dit hier, hè, puntje 3. Namelijk hoeveel keer zal dus de lijn 3 of de regel 3, hè, het is geen buslijn, hè, dus regel 3 uitgevoerd worden wanneer dus dit de invoerwaarden zijn. Nu, ja, wat denk je zelf? Hè? Dus anders moet je nog eens keer kijken naar het algoritme. Nu, voor die negatieve waarden, misschien dat je het al ziet, hè, die negatieve waarden, die dus effectief dus, hè, dus, toegelaten zijn om dus als invoerwaarde te dienen, de aandachtige toehoorder zal inzien, hè, als we naar het pseudocode gaan, kijk, hè, die conditie die eist dus dat dat getal, dat het invoergetal groter is dan of gelijk aan 10. Dus wat is dan de retourwaarde in dit geval? Ik hoor het daar al ergens. Inderdaad, hè, dat gaat diezelfde waarde zijn, ja. Dat gaat exact dezelfde waarde zijn. Er zal niks mee gebeuren, omdat hij dus niet in die while loop gaat gaan. En hij zal dus uiteindelijk exact dezelfde waarde retourneren, omdat de KI, dus de processenhulpvariabele die hier wordt gecreëerd, op 0 staat. Dus daar gaat hier niks bij komen. En KX is nog altijd de invoerwaarde. Ja. Maar exact dezelfde waarde, dat wil dus zeggen, met een min tekenen. Kijk, hier ziet je de uitvoer. En je ziet hier dus, oké, ook het aantal keer dat door die lijn 3 is gegaan, die fameuze lijn 3, ja, dat staat hier ook bij. Voor dit getal is dat 3 keer. En de retourwaarde is wat we mogen verwachten. Voor een negatief getal zien we dat dat exact hetzelfde getal is, maar met een minteken voor, namelijk terug het getal zoals het is binnengekomen, ja. Voor 1 gaat hij 0 keer door lijn 3, retourneert 1. Voor 10 keer gaat hij 1 keer en meteen
En dus je kunt allemaal zelf nog een keer nakijken. Ja, maar op het examen toch geen computer? Nee, hè? Dus bestudeer het maar ten gronde, maar ik geef het u nu in een iets sneller tempo aan, zodanig dat je daar kunt op oefenen, hè? Want het is toch niet ik die alles moet debiteren, maar jij die toch ook alles een keer moet onderzoeken. Je mag er uiteraard alle tijden vragen over stellen, je kent de kanalen die beschikbaar worden gesteld voor u en gebruik ze, zou ik zeggen. Maar dus bij 100 is er de toerwaarde 1. Oeh. De getallen moeten toch in omgekeerde volgorde worden teruggegeven. Ja, dat klopt, maar dat zijn voorlopende nullen. Hè. Nu zijn die nullen, die komen erna, nu komen die nullen ervoor. Dus als die nullen ervoor komen, ja, dan gaat onder andere programmeertaal zoals Java, en ik denk de meeste moderne software, die voorlopende nullen niet gaan schrijven, tegenzij dat je dat expliciet zou programmeren. Ja. Vandaar dat dat propertjes 1 blijft. Trouwens, de controle is er, want ik heb hier een keer 1003 ook ingegeven, en je ziet dat dat dus als 3001 wordt weergegeven. Maar bij die min 1000, kijk goed, ja, wat wordt er teruggegeven? Min 1000, er is niks aan veranderd. Hè? Ja. Dus, met andere woorden, die preconditie, of die postconditie moet ik zeggen, die is dus fout. Hè? Tenzij, moet daarbij staan als we volledig willen zijn, want dan kunnen we, tenzij x strikt negatief is, hè, dan geeft, oei, dat is een slechte geeft, hè, geeft het algoritme, ja, gewoon, maar dat terug niet schrijven, dat vind ik een gevaarlijk woordje, x terug, hè, onveranderd. Onveranderd, hè, onveranderd, ja. Veranderd, ja. Dan is het eigenlijk wel juist. Hè. Zo is het wel juist, zoals dit algoritme hier staat. Ja. Maar natuurlijk kunt u nog afvragen, oké, okay, maar kunnen we dat dan niet in orde krijgen? Wat kunnen we doen dan om toch die negatieve getallen ook geprocessed te krijgen? Hè, zodat we hier inderdaad min 2675 zien staan. En hier dan natuurlijk ook in dat geval van die, wat was het aangedacht, van die min 1000, ja, min 1 dan ook, hè. Min 1. Allee, min 1, hè. Min 1. Is er iemand die dat ziet, wat je dan moet doen? Ik zal een tip geven, je moet eigenlijk maar één ding doen, één regel wijzigen. Anders zet ik de video even stil, hè. Wel, hetgeen dat je moet doen, is het volgende. Hè. Laat me een keer kijken. Dat is dit hier. Hè. Dat is voldoende. Hè. Door te zeggen, kijk, ik zet dan nu een absolute waarde, dus ook een negatief getal zal dan kunnen groter zijn dan 10. Geprocessed het. En op het einde geef je die waarde terug en je zult zien, het zal werken. Als je mij niet gelooft, wel, ik heb de code uiteraard aangepast en dat dan teruggerund. En wat krijgen we dan? Wel, je ziet het hier, hè? Dus wat al bestond, want dat is misschien al de eerste controle, wat al werkte, werkt nog steeds. Ja, ik hoop dat je dat ziet, dat werkt nog steeds. Hè? En wat er dus niet werkte, ik hoop dat je het ziet, 2675, met minteken voor. En hier natuurlijk, die voorlopende nullen worden hier ook niet geplaatst, dus min 1, ja. En dan is de postconditie, zoals die in het modelantwoord wordt aangeboden, wel correct, ja. Maar dan moet er hier wel een absolute waarde worden bijgevoegd. Ja, opletten daarvoor. Ja, en hier staat het wel juist, ja. Nu goed, er was nog één zaak. We moeten namelijk de orde van toename gaan opschrijven voor dat algoritme. Laten we dat ook nog maar doen. Dus wat zien we nu? Hè? Dus check je het uit en je kunt het ook wel inzien. Kijk, voor onze waarde die wij hebben ingegeven. Keer desnoods terug te keren naar je voortgangstabel. Ik meen dat echt. Hè? In je voortgangstabel, ik weet niet waar het in je net stond. Ben ik hier natuurlijk kwijt. Dat was pancarte. Ja, ben ik natuurlijk alles terug aan het doorlopen. Roest. Dat was die voorgangstabel, maar dan hier is die bekeken. Kijk, wij zijn uiteindelijk hoeveel keer door het algoritme gegaan voor een getal dat dus ligt tussen... Een getal dat ligt tussen, wat is het hier, die 5000, dus dat ligt tussen 1000, zal ik maar zeggen. Allee, zal ik maar zeggen, nee, dat is zo. En tussen 10.000, ja, dat is toch waar, zijn wij daar hoeveel keren doorgegaan? 1 keer, 2 keren, 3 keer, ja, want dan zijn we niet meer doorgegaan. 3 keer. En misschien dat je het op basis daarvan toch al kunt zien, hè? Dus je moet daar een klein beetje natuurlijk je eigen kennis en gevoel laten spelen. Hè? Dus we kunnen eens, en we kunnen hier natuurlijk ons nog baseren ook op wat dat we hier hebben gezien. Hè? Dus aantal keer door lijn 3 voor dit getal ook 3. Aantal keer voor 1 door lijn 3 0 keer. Voor 10 1 keer. Voor 100 2 keer. Voor 1000 3 keer. Voor 1000 die trouwens ook 3 keer. En voor min 1000 ook 3 keer. Dat kunnen we trouwens al invullen, want dat moesten we invullen, geloof ik, in het antwoord. Natuurlijk moeten we het antwoord vinden, dat vind ik nu ook niet meer terug. Ja, zo wordt het natuurlijk een grote soep. Dus hier 0 keer is het antwoord. De postconditie dus, zou ik zeggen, zie, we hebben dat besproken. Dit is ook beantwoord. 1 keer, 2 keer,
drie keer. En natuurlijk kunt u al raden, als het dus 10.000, als x 10.000 is, dan is het vier keer. Maar x was hier 5.000, wat was het 762? En dan was het ook drie keer. Ja, dat hebben we samen gezien. Dus, wat kunnen we daaruit concluderen? Wel, ja, dat moet je dan natuurlijk zien. Hè. Ik kan er moeilijk, daar kan ik moeilijk nog veel aan toevoegen. Maar de weg om te gaan, dus als die getallen, die worden hier toch gestaag snel groter. Terwijl dit hier toch maar zeer traag toeneemt. Want als het is pas bij, kom aan zeg, dat hoop ik dat je inziet. Check het desnoods, pak je een getal dat daartussen ligt. Pak je een getal vanaf 100.000, dan gaat je daar maar vijf keer doorgaan. Hè. Schrijf eventueel, zet de video stil en schrijf die Java-code over. Straffer nog, ik wil ze u aanbieden. Geef mij een seintje en ik geef ze u ter beschikking. Maar tijf ze desnoods over. En dan zul je zien dat je vijf keer doorgaat. Wel, als dus een getal redelijk snel of snel toeneemt en eigenlijk uw algoritme zeer traag toeneemt, dan moet je eigenlijk meteen denken aan, ja, ik hoor het daar ergens aan de logaritme. Hè. Aan de logaritme, ja. De logaritme. Ik weet niet wat de logaritme is. Ja, sorry, dat kan ik nu niet meer uitleggen. Maar kijk, in vorige sessies hebben we dat zeker al besproken. En ook via internet en vorige vakken en OLOTs. Maar dus wat dat we hier zien is dat dus bij 1003, wel de logaritme in het grond al 10 van 1000. Ja, wat zegt dat weer juist? Hè? Dat zegt eigenlijk tot welke macht? Tot welke macht? Tot welke macht? Moet ik het grondtal? En dat is het grondtal hier, ik ga het meteen tonen, het grondtal 10, in dit geval, dat is het grondtal 10, verheffen, om 1000, dat is hier gevraagd als het argument, hè, 1000 te bekomen. Wel ja, dat weet jij toch ook, hè? Dat is de vraag die je telkens moet stellen. Tot welke macht moet je dus 10 verheffen om 1000 te bekomen? Wel, ik hoop dat je het ziet, 3, hè? Dus het antwoord is hier 3. Dus we moeten eigenlijk, we kunnen algemeen zeggen dat dat dus de logaritme in het grondtal 10 is van x, voor het aantal keer dat hij erdoor gaat. Oeh, maar de logaritme van 5000, wat is het, 762, dat is toch niet properkes 3? Nee, dus er moet eigenlijk om de exacte aantal keer te krijgen, moet er nog iets aan toevoegen. Laten we dat misschien een keer in Excel, 5762, een keer in Excel, als Excel openstaat, en dat is het geval, nog op die, kijk, die voortgangstabel, maar ik kan dat hier nu wel even aanpassen. Dus de logaritme, hoe werkt dat hier weer juist? De logaritme, we moeten dan het getal geven, dus 5675 was het. Nee, ik ben verkeerd, maar ik zal het zeggen, dus het grondtal is 10. Ja, krijg je in ieder geval een getal, ik wil wel het exacte pakken, dus ik was het even 5000, wat is het hier, 762. Allee, we zullen het juiste pakken, 5762. 762, dat is het correcte getal. Ja, je kunt moeilijk 3,76 keer door dat algoritme gaan. Ofwel gaat het drie keer door, ofwel vier keer. Ja, ik hoop dat we daar over eens zijn. Wat moet daar nog aan toegevoegd worden? Ik hoor het daar ergens. Hè. Maar ik weet niet wat die benaming... Ah ja, dat is ja, afronden naar beneden. Hè. Dus wat we moeten doen is nog... Dat is eigenlijk de floor in afronden naar beneden. Ja. Dus afronden naar beneden van dat getal. Hè. En dat is natuurlijk bij ons de floor, hè, noemen wij dat... En dan krijgen we hier, oei, ik heb hier blijkbaar, ja, ik moet nog een aantal cijfers aan de comma geven, zeker. Ja, 0, hè, 0, 0 cijfers aan de comma, dus 0. Dus ik hoop dat dan voldoet. Voilà, dan krijgen we die 3, ja, akkoord. En dat is wat wij dus nodig hebben. Dus met andere woorden, het aantal keren dat jij er gaat doorgaan, en dus het aantal keren, dus, en dus dat jij er dus aantal keren, dat dus die, wat wordt hier gevraagd, die lijn 3 in principe wordt uitgevoerd. Dus lijn 3, allee, dus de buslijn 3 is het niet, maar dus lijn 3 wordt uitgevoerd in functie van x, ja, in functie van uw invoerwaarde x, let op bij x, is floor van log 10 van x, ja. Nu, maar dat wordt er zelfs niet gevraagd, hè. Dus dat is inderdaad wat er daar aan de hand is, maar er wordt de tijdannotatie gevraagd, ja. Dus laten we die dan tot slot ook nog invullen. Dus we hebben nu de postconditie aangepast weliswaar. We hebben dan hier het retourwaarde voor dat getal gegeven. We hebben dit hier ook ingevuld en tot slot kunnen we hier de tijdannotatie gaan geven. Wie weet dat? Wel, de tijdannotatie, moet zien dat ik hier wel een mooie tijd daar probeer te schrijven, hè. Want ook op het examen zou dat wel een keer al punt kunnen opleveren, hè. Dus dat je al weet dat het dus die tijd is. Misschien iets lager. Zo, ja, voilà. En dan dus hier log x. Hè. Ja, pas op, niet log n, hè. Let goed op. Hè. Hier is geen n. Ik weet niet waar is hier praten. Er is geen sprake van n. Hè. Het is hier x, hè. Log. Ja, nu ben je natuurlijk aan het zuizen. Allee, terug opnieuw. Log x. Ja. Zie je ook het pdf op Camilo, ja, log x. Ah, maar jij schrijft er zelfs geen grondtal meer bij. Nee, hè. Dat is hier asymptotische analyse. Hè. Asymptotische analyse, ja.
asymptotische analyse. Dat wil zeggen dus dat we eigenlijk zeggen, oké, hoe zit dat nu als die x altijd maar groter wordt? X nu zijnde, pas op, hè, een element van z, hè. Ja, bij ons mag nu negatief, omdat we dus na aanpassing, hè, na aanpassing die we samen hebben besproken, maar in ieder geval, die gaat dus wel evolueren naar plus oneindig, hè. Ja. Ah, maar als dan x negatief is, terecht opmerking, heb ik zelfs niet over nagedacht. Ga er even over nadenken. Oei, moet dan wel natuurlijk hier naar hier gaan. Tja, ondertussen heb jij het waarschijnlijk ook gevonden. Ik ben dus naar deze pagina teruggekeerd. Hè. En misschien ook. Van ja, de video loopt verder, dus je hebt daar niet zoveel van gemerkt. Maar we zien het hier. Hè. Dus wat moeten we doen in onze aanduiding voor onze aantal keer door die lijn? En zelfs eigenlijk in onze tijd, als we willen. Hè, want negatieve waarden zijn in dit geval nu ook mogelijk. Hè. Dus let goed op. Hè. Dat is iets dat we eigenlijk nog niet hebben meegemaakt. Hè. Dus dat is... Ja, qua vraag kan dat wel tellen op een examen, hè, want dat betekent dat je dus nu eigenlijk, als je dus de as zou willen uitzetten, dus n, ten opzichte van, dat moet ik wel goed tekenen, de as, zo is het, ja, de as ten opzichte van de orde van de tijdstoename, ja, ten opzichte van de tijdstoename, ja, dus ja, het is nu trouwens x, let op, nu maak ik zelf een fout, dus het is x, maar pas op, x als gehele waarde, wel, dan kan dat dus hier logaritmisch lopen, maar dus, dat loopt nu ook zo, hè, want x kan negatief worden, hè, dus dat loopt nu ook zo, hè, ja. Dus dat is uiteindelijk uw uitvoeringstijd, hè, dus dat is ja, spectaculair en uniek, want dat staat volgens mij nergens beschreven in een of andere lesnota, ja. Dus dat is wat dat betreft dus wel toch wel iets helemaal nieuws. Maar dat betekent dus, ik heb het waarschijnlijk ondertussen ook al door, dat we dus voor de uitvoeringstijd, waar had ik dat hier gezet, moeten gaan schrijven. Jij hebt ondertussen al door natuurlijk, ja, nu ben ik aan het zuizen, want nu moet ik terugkeren. En dat is hier, dat we daar inderdaad bij die x de... zeg het, de absolute waarde moeten gaan zetten. Hè. Dus de absolute waarden, die staan zo. Hè, ja. Bovendien, ja, merk ik hier nog een aanpassing waarschijnlijk. En je hebt ze waarschijnlijk ook al ondertussen door. Want x kan niet 0 zijn. Hè. X kan niet 0 zijn. Ja, dus x kan is een geheel getal behalve 0. Hè. Ja, behalve 0, want anders hebben we ook een probleem. Nou, we hebben ook een probleem, hè, want dus de logaritme van 0 bestaat niet. Ja. Bon, maar met deze beperkingen erbij, denk ik wel dat we er zijn. Dus eventjes dus terug naar hier. Waar was ik nu voor de laatste? Ja, hier zeker. En dan naar de uitvoeringstijd. En die stond dan hier, ja. Dus log x. We hebben nu bij de preconditie gezegd dat x moet verschillend zijn van 0, ja.